ergert. Goedenavond. Een rondreizende imam die in Verviers in België bij verschillende moskeeën is weggestuurd, was ook actief in Nederland. Hij was meerdere keren gastspreker op een congres in Helmond. Verviers, vrijdag 24 mei 2013. Imam Alami gaat voor. Dit gaat over deze gematigde Marokkaanse dichter die vrijdag in Rotterdam spreekt. Alami deed zijn gewelddadige oproep in een moskee en cultureel centrum in Verviers. Hij heeft volgens kenners 60 tot 100 volgers. C'est un imam d'origine marocaine qui avait des vues assez radicales, notamment sur la démocratie, les non-musulmans, etc. Qui s'était fait éjecter de plusieurs mosquées. Alami heeft verschillende jongeren uit Verviers aangemoedigd om naar Syrië te vertrekken. Hij pendelt volgens kenners tussen België en Nederland. Twee keer is hij gastspreker op een Berberconferentie in Helmond. Deze radicale imam kwam als gastspreker op uitnodiging van deze moskee in het centrum van Helmond. Het moskeebestuur wil niet voor de camera reageren, maar zegt dat ze niks afwisten van zijn omstreden rol in Verviers. Ze hebben dan ook besloten om hem voor de volgende conferentie niet uit te nodigen. En daar was hij al voor uitgenodigd. Overigens heeft hij zich in de preken in Helmond een stuk gematigder uitgelaten. Volgens het contactorgaan Moslims en Overheid moeten radicale predikers buiten de deur worden gehouden. Sommige mensen verdienen ook echt een zwarte lijst. En die moeten ook bekend raken in de gemeenschap dat die geen gezonde ideeën hebben. Dus laten we daar ook helder in zijn. Wij willen dat zorgvuldig gaan organiseren. We willen onze moskeeën daar ook in adviseren. En daar hebben we een deskundige pool imams voor die theologisch in staat zijn om dat te beoordelen.